Een groot talent met een te lyts podium. Het werk van de 94-jarige kunstenaar Jensje Popma zou te zien wezen moeten in het Fries Museum. En daar zal galeriehouder Jitse Sikkema jong vaar op de barricaden. Ja, terugzetten wielst het lippen van alles op je aansmiet. Klaasje Posma die praatte met een vrouw die het na een soort ellende toch positief bleef. Goeie, dit is Bient op de dag dat elk op zijn kievieren wezen moet vaar 1 april. En ik denk, ik ga eens kijken boven en meteen stormt dan een lid van de bemanning naar beneden. En totaal over zijn zenuwen heen, deze man natuurlijk. En die zegt, meneer, hierboven is een opstand uitgebroken. Hij zegt, een opstand, hij bedoelde daarmee dat de macht over het schip was overgenomen. Ja, maar door wie? En het waren Friezen. Oh. En zij willen hiermee te kennen geven, wij willen baas blijven in eigen huis. Lansje. Nou is het dan, Saphir. Nou is het dan op les, Saphir, komen... Dat het komen mat. Maar denk hier vooral om. Geen beeldestwaar. Geen wiejoegij. Dat die de allereerste 1 april grap op de Nederlandse televisie. Friezen die het een veerbootkaapje. Ja, nou, die 1 april grap die liep het mooi terug sociale media. Om een soort van revival dwanen te wijzen. Want het is trok bij u op de redactie. Maar al die berichten afgebogen. Collega, dan heeft er. Ja, je moet die in verdiepen. Maar eerst even naar dit. Want dan zit je gewoon een haterspieler van die clip op tafel. Ja, hoe zit het, hè? Ja. Je ziet het op die veerboot. Ja, nou, we hier in het roer. En ik vertelde dat verhaal. En. Nou ja, ze zei, nou, hoe besteedt het? Want dat is het eerste wat ik snel weet. Ja. En jou wien op die veerboot? Ik wien op die veerboot, ja. Wij gingen van Staveren naar Enkhuizen. En toen waren wij aansprutsen. En zijn van, nou, William, we willen maaidebaan. Want wij willen een 1 april grap opzetten. En dan moet je wat schijngevechten horen op die boot. En dan zezen wij, ik dacht, die boot die komt dan morgen aan in Amsterdam. En het bleek inderdaad dat een heel soort mensen daarin trapen. En er waren een heel soort die stonden er op de kade om die boot op te wachten. En nou ja, dat werd 1 april. Nou, prachtig. Maar heel toevallig dat... Ja, praat lekker. Ja, dat ik weet niet of je nou nog in de boezen hebt in 1 april grap. Nee. Maar dan mag ik nog even van je horen. Maar ja, Afke, daar heeft dus de hele dag... Sjoen, van wat is er en wat is er net? Nou, wat is de risping? Ja, dat is de vraag. Ja, dat is de vraag. Dat is het. We kregen op de redactie natuurlijk heel vaak hele bijzondere persberichten. En dan denk je van, ja, dit kan het weer wezen. En dan is het wel weer. En nou, ja, Joert, dan denk je ook elke keer, waar is het weer, is het net weer. En het is heel dreig om daarachter te komen. We gaan wel een peer achterhellen. Dat zien we mooi. Want dat is, dat zijn zulke goeie, die zijn zo goed in elkaar steken, die koor, dus dat wil ik eigenlijk. Maar we bent een journalist en dan mag je toch. Ja, maar soms mag je meesten echt even de lol gunnen. En dat komt morgen dan wel weer. Maar komt een soort. Maar er binnen een peer bij we van wij voeten naar Alexander. Ja, er binnen een peer bij West van Stinks. Nou, jongens, hou maar op. Dit is te duidelijk. Welke? Neem nou, van uw collega's bij RTV Drenthe, Biegeliks, die gaan een heel, heel bijzonder verhaal. Die hebben toch dat de hunebedden, die worden ontast. Ja, de zuster, de hunebedden worden ontast. En dus maakt er maar een glazen koepel oerhinnen. Nou ja. Nee. Dit gaat de vier. Ja, precies. Dan grote concerns in, want je zegt dat die social media, maar ik dus de grote bedrijven, die zorgen er eigenlijk wel een beetje wat ondacht in. Hè? Ja, natuurlijk. Een hele goede grap. Die zorgt het wel voor sympathie voor een bedrijf. Natuurlijk. Dus die springen er vol op. Nou, pak er eens een peer uit. Nou ja, wie hier, ik moet even zien, wie hier de HEMA, nevens mij, waar begin je mij? De Mediamarkt. Oh, dat vind ik echt een nuvere, ja. De Mediamarkt, dat is en dat is een chip waar Westin bij mij, een apparaat Westin bij mij in chippen kist. Handig. Ja, handig, maar het zit er echt wat scannen. De jonkje zit echt wat nuver, vies net. Maar dat heeft ze voor de grap dus niet. Dat mij, ik hoop er, ja. Dat is nog net zeker? Je weet het niet zeker, Joert, maar nou ja, het lijkt me toch. Maar dan de HEMA, dat is mijn favoriet. Ja, de HEMA, dat is een hele leuke. Die heeft een deodorant nodig, maar de geur van tompoezen. Ja, ik ben om. Zo toch? Ja, heerlijk. Ik kreeg meteen ook zin in. Hoe zit dat dan? Nou ja, dat wist toch hoe een tompoezen doet? Net echt in één keer. Nou ja, dat is wel lekker. Lekker zwiert en heerlijk en alles om het zwitten verdreuwend, zeg maar. Okay, en dan wie er nog in?
Ja, dat wie de bouwmarkt, een grote bouwmarkt, die had een draadloze stekker in het leven, Rob. Dus wel, dat van Alfred te verkrijgen. Hè? En wat kist dan? Dan moest je een antenne kist of stroom Ja, precies. Ja, ik maak er heel bot om. Het is wel back to the future. Misschien gebeurt het ooit nog. Ja, maar wiet. En misschien is het ook wel weer natuurlijk. Ja. Goeie PR, zei hij. Goeie PR. Nou, ja, wie had er al? Wij doen het erom. Maar dat 1 april verhaal, ik bedoel, ik weet het helemaal net mee onder gong. Maar kennelijk maar we er wel aardig om denken. Maar we zeggen dat historische verhaal. Maar hoe zit het nou? Waar moet je het voelen? Een brille? Eigenlijk zijn er een heel soort landen die claimen dat hun die 1 april grap in het leven ropt. Wie in Nederland zegt, ja, in brille, daar wie in de watergeuzen en daar is op een of andere manier in zijn bril verlen. En nou, 1 april, zei. Maar Frankrijk in 1500 ben daar de eerste documenten met 1 april grappen opdoekt. Tenminste uit 1500. Engeland die zei nee, dit is uw ding. Ja, het is eigenlijk heel moeilijk om het waarom te helpen. Oké. Okay. Nou, daar hoort het in de gaten. Ja, wij zit er volop. Wij zullen de moon, dan is Bean Sport, maar zal zeker met Nijs nog van alles zo oer te zien. Nou, we zijn nu op, we letten op je stijl. Ja, dat is het. Ik sta in de samen in altijd. Misschien is dit ook wel een grote grappen, dit programma. Nee. Nou, dadelijk dan zorgen wij de laatste reportage van het Zwarte Zilver. En dit keer zorgen wij een van de eigenaars van het hinder van Sorrow uit de film vanzelfs. Nou, via de mooie Klaasje Postman, want zij speelt het stuk Life is Beautiful, hoe de Joodse pianiste Alice Hertz Sommer. En dat is een vrouw die de Holocaust doet leven en daarvoor keert om heel positief in het leven te staan. Nou, de vaststelling wie voor u de onleiding om mensen op te zieken die het ek zou leven. En Klaasje, daar heeft er weer een vrouw voor. Ja. Maar een bijzonder verhaal. Ja, wij hebben naar Marisa. Ja, Marisa. Maar altijd, ik ben altijd mijn naam. Marisa Dijkstra West in Gautum. En een fleurige jonge vrouw van 33 jaar. En zij heeft een chronische ziekte. Je ziet niks aan de boetekant. Haar alweersysteem, dat werkt net. En zij, wie als famke, ik altijd ziek. Als Lietz ben, altijd ziek. Maar zij had zo'n, hoe doe je dat dan? Zij had zo'n positieve instelling in haar leven gehad. En op een even ogenblik kwam ze, op haar 16-jarige leeftijd, kwam ze erachter dat het weer. Dus toen was ze eigenlijk heel. Ja, zo lang is ze in huis. En zo lang wist ze dus net wat het weer. Soms denken de meesten, nou, er is dan niks aan tijd te zien. Elke keer is wel verkouden of griepig of zo, wist je. Dus hoe ga je daar dan om? En toen wisten ze dat dit het weer. En ze zei, ik weet nog heel goed dat ik als famke heel fleurig weer van, nou weet ik dat ik wat heb. Hè? Ja. Maar ouders weer natuurlijk net zo blij, want het is best het is een chronische ziekte. Dus ze maakt altijd 1 keer in de maand, dan krijgt zij bloed van een donor of plasma of alweerstoffen. Die zorg je dat zij zelf weer telkens genezen kennen, net altijd antibiotica hoeft. Dus dat is haar paadje wat zij geëmaakt in het leven. En zij kan er zelfs zo fantastisch over vertellen hoe zij haar manier vond heeft en hoe zij in het leven steekt, hoe ze er man geeft. Nou, we zullen bij haar zien, dat je dan bij de mensen op bezieten. Ja. En dan heeft ze een parteermuis. Nou, dit is het eerste deel van het parteer. Er is dus altijd weer er iets. Wel. Altijd was en het herstelde iets. Net zonder antibiotica. Ik groeide ook niet goed. Ik ben als baby eens een keertje zo ernstig ziek geweest. Dat was echt op het randje met een darminfectie. Ze hebben me volgepompt met antibiotica en dergelijke. Maar vanaf dat moment is eigenlijk de een na de andere infectie altijd teruggekomen. En kijk, als je kind bent, er zijn natuurlijk heel veel artsen die zeggen, ja, maar een oorontsteking hoort erbij. Ja, ja. Maar het hoort er niet bij als je die 20 keer in een jaar hebt. En Alice is gelukkig. Oh, ze zei, wat we leren in de school is wichtig. Maar wichtiger is die atmosfeer zu Hause. Voor zover ik me echt terugkijk op mijn jeugd, ging ik altijd naar school. Ik zat op vioolles, ik speelde korfbal, ik zat op jazzballet, ik had mijn vriendjes en vriendinnetjes. Maar als dan heel ziek was, dan lag je in bed? Of dan... Nee, dan hoestte ik de hele boel bij elkaar of ik had gewoon hele ontstoken oren, maar ik ging nog steeds wel. Wist dan liet ze trotsetter? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Ja. I work with my head. My doctor says my brains are my best medicine. Absolutely. Work, work, work. Ik kan met de behandeling zoals ik het krijg net zo oud worden als elk ander. Alleen, ik moet andere keuzes maken. Ja.
Maar ik denk dat uiteindelijk iedereen dat in het leven wel moet. Om wat voor reden dan ook. Ja. En daar liep ik op vast. Toen ik ongeveer 24, 25 was. Dat ik merkte van ja, ik ben mezelf gewoon compleet aan het voorbij rennen. Ja. En toen ben ik helemaal ingestort. En toen werd eigenlijk het doel in dat proces, wat we aan het begin gesteld hebben, om vriendschap te sluiten met mijn lichaam. Dat is wel mooi, hè, dat ze dat zei. Het is een soort van vrede, sluiten, maar hollen en lief. Ja. Komt het vertel. Ja, nou, eerst net, zei ze. Want ze woont natuurlijk helemaal als puber. Dan denk ik, nou, dat doe ik net. En ik wil dat en dat. En maar ja, ze kwam er zelf toch in. Dus ze heeft wat hulp gekregen. En dat weer hun doel. Vrede, Martin. Wat ze in de hollen het. Dat koe haar lief net altijd aan. En ja, je moet het accepteren. Nou, dat is een heel proces. En ik zei nog in haar van, volgens mij ben je verder als u. Want wij op uw leeftijd, wij misschien, hè? Op uw leeftijd, ontdekken dat nou. Ik wil, hè, dat je denkt van, oh, dat wok in de kop al in de wand. Dat wok in de wand. Maar soms dat ik 2 uur in de tuinwest ben, denk ik, nou, nee, dit is ze wat. Dus zij had het al volle jaren leren, maten dat ze dit soort dingen. En ze hier natuurlijk de muziek. En dat is ook een beetje. Ja, want zij is violist, is jongeres. Wat is de rol daarvan West? Ja, nou, in haar nest, waar ze uitkwam, er weer een muzikale familie. Dus zij is Derek Margrutbrocht. En ze is violiste. En ze is jongeres. En ze is muzieklerares, docenten. Dus, en dat jouwt haar. Ik steun. Muziek gaat natuurlijk, dat zei het Alice dan in de voorstelling. Ik gaat verder als hokkervorm van kunst dan ik. Muziek heeft iets die. Dat neemt je mooi. Ik heb zelf wel eens ook op een begrafenis binnen of zo. Ik ken het nog aardig varkenboksen. Maar dan komt de muziek, dat helpt je de emoties stremen te laten. Hè? En ik zie haar van, ja, ik wil eens dat je bijvoorbeeld retreat en je kan haast net met thuis komen naar een festjes, jongen, dan rijd je het nog krijgt. Dus de muziek, joeg haar ik een hele ondersteuning van hoe je daarmee omgaat. Zullen we zien wat ze er zelf wat zij kan goed zeggen. Ja. En ik. Paniek rent ze door de stritten van Praag. Net iedereen kan haar helpen. Want je kan alleen nog jezelf meer helpen. En dan, jet ze in één in haar rollen, oefen je de 24 etudes van Chopin. Want dat wordt die redding. Muziekmaker. Muziek die voor mij wel heel dat bleef altijd wel het stabiele dingetje, ook in die situatie. Ja. En hoe hoopt hij dat? Wie is mijn vuur aan de gang en koest dan die emoties die ik kwijt? Of wie de discipline is, denk ik ging dan hek wat te dwan of zo? Of? Afleiding, knopje om. Ja, ja. Knopje om en dan is niks anders is even belangrijk. Sometimes it happens that I'm thankful in spite of all that I have been there in the concentration camp. Because people often complain, they're so bad, they're so terrible. Wat er ook gebeurt in het leven, je bent uiteindelijk helemaal zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Ja. En dan kun je de hele wereld de schuld geven, of je ziekte, of je ouders, of wat het ook maar is, waar je naar kan wijzen. Maar uiteindelijk moet je zelf keuzes maken. Ja, en ik heb ook genoeg tegen de wereld aangeschopt. Ja. Maar dat heeft me niet verder gebracht toen. Nee. En op het punt komen om wel dingen aan te pakken voor jezelf. Ja, dan komen de positieve dingen ook naar je toe. Dus eigenlijk is de belangrijkste omkering, wist ik, zijn in je leven, wat je het accepteren. Ja. Want dan komt de rondte. Ja, ik denk toch dat het belangrijk is om iets positiefs ermee te kunnen doen. Mm-hmm. Niet kijken naar wat je niet kan of wat je niet hebt. Ja. Kijken naar wat je wel kan en wat je wel hebt. Ja. En daar word je gewoon een stuk gelukkiger van. If you look at the good side of your life, everybody loves you. Ja, prachtig. Goed, hè? Mooi. Ja, mooi verhaal. Dat is inspirerend voor elk. En dus is het weer op ziek naar oormeisken, hè? Ja. Ja, ik weet net, er is ook al een hesse op het eer. En ik vind het in deze tijd fantastisch, want het negatieve wordt heel vaak zo beneemd, oorlind nijs. Ja. En denk, het is toch ik mooi dat je de kunst verstaan van, maar wat hebben we vol, hè? Ja. En vaak als je ziek bent, dan denk je van, dat is het riekste wat je hebt. Maar als je zo'n binnen, vind je het eigenlijk heel gewoon. Ja. Het is toch goed dat je die gesprekken weer hebt, want dan word je telkens weer met de neus over feiten drukt. Ja. Van,
Ja. Nou, en ze slaat de speaker op een kop. Ja, ja. Nou, een inspiratiebron. En nou, wacht je al. En we door een keer in de game, hè? Bedankt in ieder geval voor dit verhaal. Ja, draag die in. En mooi spelen. Dank u wel. Prachtig. Ja? Complimenten bij, positief. Ja. Ja, dit weekend. En dan begint de documentaire Riege Het Zwarte Goud over het Friese hinder. Nou, in Fjouwer Dion wordt de magie van dit icoon ontraffelen. En Joet hebben de laatste aflevering van Zwarte Zulver. Want dat mijn verhaal die het Riege net hel, maar die eigenlijk te mooi binnen om voor te smieten. Nou, Joet, het verhaal van een Amerikaanse huishouding die het hinder uit de film Sorrow kocht. This is Grey Fox Farm. And this is where we kept Arjen for 6 years that we owned him. We bought him right after he finished the movie, and he stayed in this stall, and the children loved him. He became part of our family. It was like owning a big dog, actually. He was very sweet, followed the kids around, did lots of tricks, lots of kisses, bowing, and lots of other fun things for the kids, so we really enjoyed him. My family doesn't have enough money to be able to support me riding. So I'd become a working student here, and I just kind of became part of the family here. And Ari was just such a special horse to me. It didn't even matter if I was riding him or if I was just in a stall cuddling with him. I was just in love with the horse. I wanted to buy him because my husband wanted to ride with me. And so he's not really a rider, but he fell in love with the breed. And we saw him for sale online. And I figured if he had done the movie, then he had to be pretty safe. Any horse that would jump through flames or do all the stuff that he had done was not gonna spook. And he's a very gentle soul. So that's why I fell in love with him. He changed my life drastically because I started at a lesson barn, and I was only riding once a week, and I knew I loved horses so much, and I wouldn't even shower that night after I would take my lesson once a week because I wanted to smell like horses the next day. I used to tell everybody, this is the best smelling horse you will ever smell. Like, he just, everything about him, he was, even if he was dirty, I mean, he just was a soothing presence to be around, you know, just so relaxing and just so sweet and gentle. You'll sense it the second you meet him. When I was in school at that time, I had a lot of anxiety and stress, and he was such a solid presence, and he was always there, and his solidity just gave me comfort, just because I always knew that he would be there, and he would be nice, and he would just always be something to love on. I think that he's able to read your emotions, read your anxieties, read your energy. Gosh, what an amazing journey this horse has been on. I didn't know that he did all this. This is unbelievable. Oh, makes me miss him. Oh, what a sweet boy. Ja, Friese hines en emotie. Alle je te zien aan snijden op Friesland Dok. Dan is de eerste van het Zwarte Goud. Ja, Fries kunstenaar Jentje Popma, die wordt het hier 94 jaar een reden voor een feestje. En dat toch de galeriehouder Jetse Sikker. Maar hij maakt daarom een expositie en dat heet het Fries Kolon. En die onder andere mooi size werken van Popma. Maar eens verdient hij een grote podium, Finio, in het Fries Museum. Ja. Hij maakt... Ja, krijgen we het. Absoluut, ja. Waarom is dat? Ja. Nou, ik vind het... het is een zeer begenadigd kunstner. Maar een heel groot oeuvre. Heel breed ik. Hè. Hij is begonnen als glazenier. Maar hij heeft van alles dien. Hij heeft beelden maken. Hij heeft reliefs maken. Hij heeft glazen leert. Nou, en uiteindelijk is hij letter. Dus hij is helemaal schildering gegaan.
En het is dus, hij, technisch is het een fantastisch kunstenaar. Maar het is ook een man met een missie. En dat is ik heel belangrijk. Ja. Zullen we even naar hem zien? Voor dat je ja, spelen. We hebben een film maken, we een meisje met een Shink in. Ja, oké. Okay. De Friese kunstenaar Jentje Popma wordt 95 jaar lien binnen in Zwolle. Letter verhuist het gezin naar Ljouwert. Na twee studies beeldende kunst in Amsterdam en Rotterdam rolt het Popma van het ene baantje in het oren. Eind jaren 80 pakt Popma heel iets vaker de kwasten om Friese landschappen vast te lezen. Ja, een beeldende kunstenaar die kent wat verbeeldje, dus die kent dus ook het landschap van zijn tijd verbeeldje. He? Maar ja, dus vanuit het landschap kom je dan, omdat dat ze achteruit gaat en de berichten die daar dan binnen, wel wat een beetje kritiek wordt en zagen. Want de wetterspiegel die komt omheen. Dus toen ben ik dus meer naar de dieken gegaan. Meer dan 200 schilderijen verder besluit Popma vliegende hier de deur van zijn atelier in Ljouwert definitief te sluiten. Ja, en als zijn werk is skonken om de stichting Nij Kleester in Ljouwert. Maar jou hebben dus nog werken van hem. En Jos zei eigenlijk zo dat volle grutter te zien wijzen. Ja. Laten we daar eens even op focussen. Waarom maakt het Fries Museum hem her? Ik kreeg al even, hij heeft een goed werk, maar waarom maakt het specifiek dat podium wijzen? Nou, ik denk dat hij van groot belang best is voor de generatie na hem. Ja, het is gewoon een groot kunstenaar hier in Friesland. En eigenlijk zou die ik nationaal volle meer respect verschenen. Waarom is dat net gebeurd? Ik denk dat hij te beschermen is. Het is een verschrikkelijke aardige, innemende, iepen man. En ja, hij scoot heel gauw een oor naar voren. En dat is ik, nou, de reden, zeg maar, dat ik zeg van ja. Nou ben je zelf een keer aan de beurt, wist je wel? En het Fries Museum, en daarom, nou ja, ik wilde er net volop hamer, maar het Fries Museum, het werk van hem, en daar beroepen ze zich dan ik op. Hè. Ze hebben een aantal stikken, die hebben een boekje uit jou, maar topstikken. Daar is hij ik bij. En dan denk ik, nou, hoe lang moet je, en ze zijn nou met mijn Tarema bezig. Verzin het ik. Maar dan denk ik van Jens, je leeft nog. En hoe lang moet je deer wijzen voordat de eigen een keer hier op hem gaan? En dat ze zeggen van nou mooi hij. Ja, want het museum, hij is er nou nog. Wist ja, dus. Het museum site van hij maakt dan de Bennenprijs winnen. Ja. Want dat kind dan in 2009 kinderen een expositie komen. Of hij maakt gewoon van internationale allure wijzen. Ja. Of is dat wat? Nee, maar als je niet wat docht, media binnen heel belangrijk hierin. En als je niet wat docht, dan krijgt hij geen internationale allure. Als hij een podium krijgt en de media doorgaat wordt, dan ken het misschien een keer. Ik heb een boek in de boekenkast in van twaalf filosofen. En die jouwen aan hoe het hoe iemand manipuleert of hoe de wereld manipuleerd wordt. En dan wordt een kunstenaar, zeg maar, die wordt een hoop geldwurg. En dan, nou, dat wordt dus steeds verder manipuleerd. En op het laatst is iemand wereldberoemd. Is hij dan beter? Nee, hij is helemaal niet beter. Maar het is gewoon, ze hebben hem hifke en ze hebben daar wat mee watten. En ze hebben daar geld uit. Nou, dat zal bij Jensje nooit gebeuren. Jensje heeft zijn spul fortune. Dus die hecht helemaal niet aan dat soort dingen. Maar jou wel. Spiet ik nog maar een keer bij aanronden. Maar het is duidelijk. Jou willen dus, het Fries Museum willen jou een podium voor hem hebben. En nou eerst bij jezelf. Ja, of de fundaties. Hij is binnen in Zwolle. Nou, misschien springt de fundatie er straks in. Okay. En dan lieten ze hem weer over het net heen vliegen. Je hebt goed je best in. Eerst maar genieten van je eigen expositie. Dieren dank. Ja, de expositie, het Fries Kolon. Maar het werk van Jens Popma dus. En ik nog orenkunstenaars dus, is van Sneur naar Hartesien in Galerij. Buitengewoon in de Wilgen. Dat is het podium dus voor nu. Dit is Bient en ik dank jou voor het zien. Ik dank de Gosnek en nog een hele mooie jongen. Er zit ook niet vol in. Oh. Dat is pech, maar waar het wol wat in zit, is Bient Sport. Dat is Monpos, maar Geert van Thun, Janer Kavlan en Sander van der Heijden. Nou, mag ik hem wat skippen.